Goedemorgen, welkom van bij de afwasruimte bij GOT. Je ziet het, de borden, die ben ik hier aan het afwassen. Er is net een hele grote groep hier weg bij GOT. Dus ja, dat moet ook weer allemaal afgewassen worden, natuurlijk die borden. Hè. En Jolien die staat in de keuken, ze staat ook iets af te wassen. Nee, ik ben hier water in de pot aan het doen voor onze ijstie te maken. Die is ook alweer op, dus dat kun je niet moeten maken. Ze sparen ons niet op onze eerste werkdag van de week. Maar dat is helemaal niet echt, wij vinden dat leuk eigenlijk, hè? Dat is een gezellige drukte. Nu momenteel is het een beetje rustiger. Eigenlijk is er niemand op dit moment. Ze zijn allemaal weg. Maar ik vermoed dat ze nog wel... dat zijn niet dezelfde mensen, maar dat er straks wel weer nieuwe bezoekers zullen komen naar GOT. En misschien zit jij er wel eens een keertje tussen, want je kan altijd langskomen. We zitten in België, in Lille, in de Rechtestraat. Ja. En daar kan je langskomen voor pannenkoeken, voor lekkere ijsjes, lekkere smoothies. Je moet maar even opzoeken www.got.be wanneer we open zijn en wat we allemaal hebben. En dan kom je maar eens langs. Onze werkendag zit er weer op. En we gaan nu gezellig bij mijn mama nog gaan eten. Ik heb trouwens een jas cadeau gekregen van mijn mama. Dit is de jas die ik aan heb nu. Er is ook een, zo'n stofje in de kap. Kijk. En dan zo. Ik vind hem wel heel erg tof. Zo is een keer iets helemaal anders dan anders. Tada! Dit is mijn nieuwe jas. En ik ben heel benieuwd hoe jullie hem vinden. Ik heb nog zakjes. En ja, het is zoals ik net al wilde uitleggen, heeft ook zo een heel zacht stofje binnenin. Zo. Lekker warm ook. En ja, ik ben er wel heel blij mee. Terwijl ik dus net aan jullie deze uitleg aan het doen was, hoorde ik plotseling een enorm harde klop. Ben ik heel snel nog Jeno in de auto gaan halen, want die zat al in de auto te wachten op mij. Staat op de camera ook, of niet? Dat weet ik eigenlijk niet, want ik klop op de ik er schoot. Ik ben heel erg hard beginnen rennen. Ik ben niet zo vlug moeilijk naar Jeno toe beginnen rennen. Oh my god, ik ben... Oké, nu zien jullie mij trouwens niet lopen. Maar ik ben zo hard geschrokken. Echt, oh, erg. Wow, maar er is dus gewoon niets. Jij nog zo net even nog komen kijken. En er is gelukkig niets. En oh, ik ben nu trouwens hier aan de auto aan onze garage. En we zijn nu bij mijn mama aangekomen. We hebben een heerlijke ovenschotel met zoete aardappeltjes, denk ik. Mama, klopt ja, het? Zoete aardappeltjes en butternootpompoen. Ajoin zit er ook bij. Worteltjes, paprika, spekblokjes, spekschijven. En bij jullie natuurlijk vegevlees. Ja, en voor jou met normale kaas. Andere kaas, hè? Ja. Dit is een veggie schotel. We hebben dus drie schotels. Direct. Mm-hmm. Is het lekker? Ja. Mm-hmm. Oké. Okay. Vind jij het ook lekker, Jan? Ja, heel lekker. Jij bent al bijna klaar, terwijl jij nog maar net begonnen is. Ik denk dat jij heel erg snel eet. Terwijl dat je zelfs nog... Jan is echt een... Kleinere porties. De snelheidsduivel. Is Jan een snelheidsduivel? Met het eten of? Mm-hmm. Of met de auto ook? Nee. Enkel met het eten. Oké. Okay. Dat is nog het enige wat nog toegelaten staan is in België. Snel eten. Snel eten. Zou er ook nog boetes opkomen? Nee, ik denk het niet. Het was echt super gezellig bij mijn mama thuis. En zij heeft ook een oplossing voor ons gevonden, want wij gaan over een... Over een paar dagen, ik weet niet precies hoeveel dagen, maar over een paar dagen vertrekken wij naar Rome. En omdat we enkel handbagage meenemen, is het heel erg belangrijk dat we maximaal zo'n 100 milliliter, denk ik, mogen meenemen. En dan zo van die hele kleine shampootjes is dat wel heel handig. En ik vond die natuurlijk nergens en mijn mama had deze nog liggen, deze shampoo, dat is zo maar 50 milliliter, dus die mag zeker mee. En ze heeft voor ons ook zo een reissetje aangekocht. Ik denk een Action, ik weet het eigenlijk niet wat ze het vandaan heeft. Dat is zo een klein pakje dat heel handig is. Is kei raar. Er staat op wat er 7 stukjes moeten inzitten, maar ik tel er eigenlijk maar 6. Kijk, ik zie 3 grote flesjes en 3 kleine. Toch staat er op 7 stuks. Misschien bedoel ze het plastic zakje. Ik weet het nu niet. Het is ook zo'n speciaal zakje om mee in handbagage te nemen. Maar heel even, sorry. Het is dus zo van, dat is handig als we dat meenemen. Kan dit meenemen in handbagage.
En dan, anders neemt ze onze spulletjes af. En Brianna heeft ze zo hele kleine haargelletjes gehaald. Zodat Jeno ook zijn haren mooi kan doen. Want Jeno neemt altijd een grote bus gel mee. Van, denk ik, bijna 300 ml of zo. En elke keer opnieuw moet hij die uit zijn handbagage halen. En is hij die daarna kwijt. Dus echt wel stom. We zijn nu dus ook terug thuis. Ik ben nog steeds niet helemaal op mijn gemak. Want daar zag ik dus heel harde kloppen. Ik kon nog steeds weten wat het was. Ik weet het echt niet. Ik verschoot mijn grote, dat hebben jullie waarschijnlijk ook wel gezien. Ik dacht eerst dat er echt een inbreker of zo klopte op onze raam. Maar dat ook inbrekers kloppen natuurlijk niet aan. Maar toch, het was zo'n enge klop gewoon. En ik verschoot zo hard. Echt, ik heb echt daarna nog bijna een half uur gewoon hartritmestoornissen gewoon gehad. Omdat ik zo hard verschoten was. Dus ik ken het wel dat je hart echt zo heel erg hard gaan is. En dan zo even zo. Het was echt heel erg eng. Ik heb trouwens met mijn moment heel erg veel pijn gedaan aan onze kastdeur hier in de badkamer. Ik weet niet of je het goed ziet, het wondje. Zoals je ziet is er dus een heel stuk vlees af mijn duim gewoon. Ik had dan daarnet daarvoor speciaal een pleister aangedaan. Die heb ik net afgedaan en nu prikt dat weer enorm hard gewoon. Echt, oh, heel vervelend. Ik dacht, ik heb nu mijn handen heel goed wassen, die ook ja, goed gereinigd is. Misschien heeft het daarmee te maken. Nu goed ontsmetten. Een beetje isobetadine op een wattenschijfje. Het prikt echt enorm. Dan ga ik het nu voor vannacht gewoon zo open laten. Ik kan het een beetje ademen. Ik weet niet of het zo verstandig is, want straks gaat het misschien wel bloeden in bed of zo. Maar tja, ik kan het een beetje ademen. Misschien komt er een korstje op. Hoor jij die sterretjes achter mij? En achter mij ook. Ik heb ook sterretjes. Ik heb trouwens toch nog een pleistertje aan mijn vinger gedaan. Hoe noem je dat? Hoe noem jij dat? Een plakker. Ja, je zegt het maar eens een ander woord. Een lakkertje. Nee? Een lakkertje. Jeno die zegt tegen dit ding, tegen een pleister dus, een lakkertje. Ik weet echt niet, dialect. Ik weet echt niet waar dat vandaan komt, maar... Dat is een dialectwoord. Het Gentse dialect? Ja. Kijk, dus een pleister of een plakker is een lakker in het Gents. Kijk, als ik zo dicht van je weg ging, leek ik alleen in bed. Ja. Nee, ik heb er toch nog een pleistertje aangedaan, omdat er zo een beetje nog bloed afkwam en zo. En ik wou niet... Dat het bed besmeurd ging worden. Ja, zielig, zeg, gisteren hebben we nog gekeken naar Big Hero 6. Ja. Ah, ik zeg wel we, maar... Hebben we nog gekeken nog naar Big Hero 6? ik heb gekeken. Jij bent daar aan het slapen. Maar wist je tijdens de film dat je alleen aan het kijken was? Ja, want dat was aan het snurken. Echt? Ja. Maar waarom heb je hem dan niet uitgezet, zodat we hem later ik samen konden kijken? Ik vond die zo leuk, dat ik gewoon niet meer wou eigenlijk stoppen. En ik wou echt graag weten hoe het ging aflopen. Ja, heb ik hem gemist. Nu heb je hem gemist. Moet je maar eens alleen terugkijken als ik er niet ben of zo. Wanneer is dat? Als ik nou geschenkt ben, dan. Nee, maar ik vond het echt zo'n toffe film. Dus ik heb hem eigenlijk... Het is heel raar, want ik had hem nog nooit eerder gezien. En ik vond het in het begin misschien een beetje een raar mannetje. Maar ik vind het nu echt misschien zelfs een van mijn favoriete Disney-films. Ja? Ja. Natuurlijk is het wel niet zo goed als Lilo en Stitch. Want ja, Stitch is natuurlijk gewoon de beste. Maar nee, ik vind het echt... Ik vind echt Baymax nu echt ook een supercool, tof mannetje. Zeker een heel erg leuke karakter. Om misschien ook eens te ontmoeten ook in Disney of zo. Weet ik niet. Ja, in Disneyland Parijs kan je hem niet ontmoeten. Nee, we hebben hem ooit eens gezien in Orlando, hebben we denk hem gezien, ik. Inderdaad, in Orlando. Disney World. Ja. Maar toen hadden we de film nog niet gezien, nee, en toen vond jij hem totaal niet bijzonder. Nee, joh. Nu heb ik wel spijt eigenlijk. Ja. Hebben we toen een foto met hem gemaakt? Hebben we toen een foto met hem gemaakt? Ik denk het niet. Oh. We hebben hem wel gezien. Ja, hij liep heel onhandig. Ja, hij stond ergens aan een fotoboot. Ik weet eigenlijk niet of hij nog in de parken opduikt. Jammer. Hij is echt wel kei lief. We hebben hem wel gezien. Hij is echt super lief. Het is echt, trouwens echt een aanrader om echt de film ook een keer te zien. Jij moet hem ook maar een keer zien. Ja, op jouw aanrader zal ik hem eens bekijken. Ja. We gaan nu trouwens nog een beetje Netflix kijken naar Black Mirror. Ja, en daarna moeten we wel eigenlijk slapen. Ja, en slaapt het nu al 11 uur, dus dat is best wel laat. Morgen om 6:30 er weer uit, hè.
Dus het is niet meer heel lang, maar toch nog heel even televisie kijken, Netflixen. Terwijl lekker de oogjes toe en gaan slapen. Heel graag. Tot morgen. De duimpjes omhoog. Doei. Bye, Erik. Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.